Hallo beste kijkers en luisteraars. Welkom bij deel 2 van deze act. Despacito, gaan we vanavond naar de disco. Niet naar de McQueen, want dat is een risico. Nee, we gaan naar Club Real in Tongeren, want daar is een fisco. Despacito, gaan we vanavond naar de disco. Niet naar de McQueen, want daar is een risico. Nee, we gaan naar Real Club in Tongeren, want daar is een fisco. Despacito, gaan we vanavond naar de disco. Niet naar de McQueen, want dat is een risico. Nee, we gaan naar Club Real in Tongeren, want daar is een risico. Despacito, gaan we vanavond naar de disco. Niet naar de McQueen, want dat is een risico. Nee, we gaan naar Club Real in Tongeren, want daar is een risico. Goedendag, dames en heren. Welkom bij alweer een show, boordevol met nieuws van bij ons. Ook van mijnswegen, een goedendag. En vandaag gaan we het van hebben over Real Club in Tongeren. Maar wacht even. Wij vergaten eventjes onze legendarisch deuntje van Willy en Marietje. Dat we in de eerste act niet gebruikt hebben, dus in deze tweede act wel even gaan gebruiken. Dra, da, 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 da. Da, 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 da. Dra, da, 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 da. Da 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 da. Willy? Ja, Marietje? Ben je nu alweer je tekst aan het lezen op je telefoon? Niet verkeerd opvatten of zo, hè, Willy? Nee. Om de vorige act die online staan. Zijn allemaal goed, hè? Maar ik, als ik u was, zou ik uw teksten van buiten leren, als ze nieuwe acts maakt. Want zo aflezen, maakt het wat saai. Sorry, hè, Willy, het is gewoon een tip, geen afbraak. Je doet het goed, hè, Willy? Ja, maar Marietje. Ja, Willy? Jij wordt geloof ik ook een beetje oud en vergeetachtig, hè? Ik heb jou dat toch al allemaal uitgelegd in deel 1 van onze act. Hoe dat komt en zo. Weet je dat dan niet meer? Ik zal het nog eens uitleggen. Ik word al een beetje ouder. En vroeger schreef ik mijn teksten met pen en papier en zo. Maar ik heb mijn teksten als acteur nooit helemaal van buiten kunnen leren. Dat heeft te maken met de tijd dat ik normaal gezien op mijn laptop of iPad of iPhone mijn teksten schrijf. Dan kan ik met de laptop opnemen en valt het niet zo op dat ik op mijn gsm of iPad of zo lees. Maar als ik de laptop niet heb,
dan moet ik opnemen met de iPad. En daarom heb ik dan mijn telefoon vast om te lezen. Omdat je met iPad of iPhone niet kan lezen en filmen tegelijkertijd. Snap je het nu, Marietje? Oh, Willy, nu snap ik het. Maar Willy? Ja, Marietje? Ik heb zin om te gaan feesten en nog wel te drinken. Ja, maar Marietje. Ben je nu helemaal gek geworden? Feesten en nog wel drinken. Kan je aan onze kanten van België toch ook doen? Nee, Willy. Ik wil gaan feesten en nog wel drinken in Limburg. Samen met onze vriend Macho Man. Nu het weer kan en mag. En hij zei mij dat hij gehoord heeft dat je dan in Rial in Tongeren moet zijn. Ja, maar Marietje. Je bent helemaal dood geworden. Tongeren, dat is Limburg. Weet je wel hoe ver rijden dat is? Tup, 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 Willy. Ik wil gaan feesten en nog wel drinken in Limburg. Ja, maar Marietje, dat is een disco. Zijn wij daar niet een beetje te oud voor geworden? Zouden we niet beter naar de McQueen gaan? Nee, Willy. In de McQueen, daar is een risco. Daar is misschien wel een fisco, maar ik wil naar Rial. In Tongeren. Want daar is een beter fisco. Willy? Ja, Marietje? Macho Man wist mij ook dit te vertellen. Over de nostalgische verhalen die hij gehoord heeft over Rial en Tongeren. Dit verhaal komt van iemand die daar gewerkt heeft. En ik ging maandag niet naar school. Ik werkte. Zondag, maandag, achter de toog. Want het was een goede baas. Ik heb er altijd graag gewerkt. Tot zo terug overdoen. Heerlijke tijd gehad. Ja, maar Marietje, niet naar school gaan, kon dat doen zomaar. Stil nu, Willy, laat de kijkers en luisteraars vertellen. Willy? Ja, Marietje? We zullen eerst vragen aan onze kijkers en luisteraars of zij ooit in Rial Club in Tongeren zijn geweest. Want jij en ik zijn er nooit geweest. Dit is onze eerste keer. Bent u er wel al geweest, meneer? U wel? U niet? Wat zegt u? U wel? Jaren geleden? U bent er bijna 10 jaar lang elk weekend geweest. En u zegt dit over Rial Tongeren? Zalige tijden waren dat. Dat kan ik zeker geloven. Als u er 10 jaar bent geweest, vergane glorie, zegt u. Waarom dan? Is alles dan veranderd in vergelijking met 10 jaar geleden? Wat zegt u? Geef me die tijd maar terug met alles erop en eraan. Ook in de lusters hangen. In de lusters hangen. Kon en mag dat dan zomaar? Stil nu, Willy. Laat de kijkers en luisteraars verder praten. Wat zegt u? Nu is het inderdaad vergane glorie, maar u heeft toch nog verschillende topjaren meegemaakt. Hele mooie tijden
en thuis gedanst gehad. Tik-zak, volle bak, reële ballen en nooit iets slechts. Aan de hand gehad, alleen maar knallen. Dat kan en wil ik best wel geloven. Als ik dat zo hoor, waren dat zotte feestjes, daar de reële tongeren. Stel nu, Willy, de kijkers en luisteraars willen verder vertellen. Wat zegt u? U bent er nooit op stap geweest. U woont daar schuin tegenover. En toen u hier pas kwam wonen, was de reële nog open. Maar u bent er nooit op stap geweest. En u woont nu al 4 jaar in Tongeren. En drugs, ja, dat is uw eigen keuze. Of je dat doet of niet. Je moet karakter hebben. Natuurlijk, maar er zullen ook mooie tijden geweest zijn. Denkt u, uw papa is er toch op stap geweest? Vroeger? Maar de tijd van vroeger was heel anders als nu. Dat kan en wil ik allemaal best wel geloven. Als ik dat zo hoor, tot de tijden waren dat. Stel nu, Willy. Wat zegt u? Mooiste tijd was toch nog de tijd dat de Tongerse pompiers er een jaarlijkse bal hadden. Helaas was het de laatste jaren meer kommer en kwel, met veel intoxen tot zelfs bomalarm. Vergane glorie. Zo spijtig dat een disco met zoveel legendarische feestjes zo aan zijn einde moest komen. Maar Jetje? Ja, Willy? Marietje? Ja, Willy? Wat is dat felle geluid dat ik plots hoor? Precies een brandalarm. Lindsay, moet je nu weer op het brandalarm drukken? Ja? Nu moet de brandweer weer komen. Lindsay, 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 Lindsay. Shh. Willy, stil nu. We gaan terug naar onze kijkers en luisteraars. Wat zegt u? De politie van Tongeren houdt de plaats goed in ere. Eens om de zoveel tijd organiseren ze er zelfs een fotoshoot. Willy? Ja, Marietje? Waarom is hier nu plots zoveel politie? Ik weet het niet, Marietje. Ho, ho, stop! Politie Zaffelaar! Politie, er is een bommelding. U mag dit gebouw niet in. Zo spijtig, Willy. Net nu we helemaal naar Limburg zijn gekomen om te feesten. Samen met Macho Man. Stil nu, Marietje. Laat de politie aan het woord. Politie Zaffelare. Hoort u mij? Zaffelare luistert. Plaa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 
hand, dames en heren. Alles veilig. Oh, gelukkig, Willy. Dan kunnen we toch nog gaan feesten. Sssst, Mariette. Stel nu, we gaan terug naar onze kijkers en luisteraars. Wat zegt u? De afterparty was altijd top. Dat kan en wil ik best wel geloven. Ik was er graag bij geweest. Stel nu, Willy. Wat zegt u? Dat was echt een mooie tijd met DJ Jos. DJ Jos? Wat mist u die tijd, zegt u? Maar waarom bent u dan nooit teruggegaan?
Stel nu, Willy. Wat zegt u? Toen was het daar ook heel goed. Daarna was het door u toch veel minder. Zo spijtig dat de legendarische feestjes van toen op het einde niet meer zo legendarisch waren. Sst, stel nu, Willy. Wat zegt u? Inderdaad, gouden tijden toen. Als ik dat zo hoor, dan geloof ik dat best. Ik was er graag bij geweest. Stel nu, Willy. Wat zegt u? Is daar gevochten geweest? Marjetje, zullen we dan wel naar de Real in Tongeren gaan? Is het niet veiliger om naar de McQueen te gaan? Tut, 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 Willy. Wij gaan naar de Real in Tongeren. Maar, shh, Willy. Stil nu. We gaan terug naar onze kijkers en luisteraars. Wat zegt u? De Real, hoe die eerst was. Dat was mooi. Toen ze daarin hebben verbouwd en twee clubs in een gebouw. Toen hebben ze het hart uit de Real gehaald. Zo spijtig dat door de verbouwing. Twee clubs in één gebouw. Dat daardoor het hart uit de Real. Uit deze legendarische disco werd gehaald. Sst, stil nu, Willy. Wat zegt u? Dat niet alleen. Ze hebben ook het verkeerde soort zonnen. Te veel gepamperd. Zo spijtig dat door het verkeerd soort volk deze legendarische disco tot een einde kwam. Stel nu, Willy. Wat zegt u? Je kan niet kiezen welk volk je aantrekt. Wel wat je binnenlaat. Daar geef ik u helemaal 100% gelijk in. Stel nu, Willy. Wat zegt u? Inderdaad, toen was het nog fijn. U heeft er vele uren doorgebracht. Maar zoals u zegt, eens gebouwd en het was niet meer hetzelfde. Dat kan en wil ik best wel geloven. En zo spijtig. Stel nu, Willy. Wat zegt u? Real zal nu nog bestaan? Iedere discotheek heeft mindere tijden? Komt goed. Verbouwen is zaak kapot maken. Nieuw concept. R&B Tongeren. Kijk. Dat is nu eens een goed idee. Stem nu, Willy. Zegt u? Nostalgie en u heeft er veel plezier gehad? Dat kan en wil ik best wel geloven. Dat u dit nostalgie vindt dan. Stil nu, Willy. Wat zegt u? Het hart van de Real is eruit gegaan. Toen het van eigenaar veranderd is. Zo spijtig dat het hart van de Real eruit werd gehaald toen het van eigenaar veranderd is en dat de nieuwe eigenaar daar niks aan heeft gedaan en het niet zo heeft gelaten zoals de eerste eigenaar. Stel nu, Willy. Wat zegt u? Geen weekendjes meer, geen hotels meer? Maar waarom dan niet? Willy en ik wouden in de Real gaan feesten met Macho Man. Is de Real dan niet meer zoals Macho Man gehoord heeft in alle nostalgische, legendarische verhalen die erover verteld worden? Shhh, Marjetje. Stil nu. We gaan terug naar onze kijkers en luisteraars.
Wat zegt u? U heeft supertijden gehad. Door de kou en putje winter bijna 1 kilometer wandelen. Jullie hadden nog geen rijbewijs. Kort rok en dunne bloedjes. Blote benen en hoge punts. Half bevroren kwamen jullie aan in de Rial. Maar dat belette jullie niet om toch vrijdag, zaterdag en zondagavond te gaan. En jullie zijn nooit ziek geweest. En kon en mocht tot toen allemaal zomaar. Stil nu, Willy. Wat zegt u? De mooiste tijd van uw leven. Dat kan en wil ik best wel geloven. Ik was er graag bij geweest. Stil nu, Willy. Wat zegt u? Ja, dat was de tijd van jullie leven. Samen op café, samen met Café du Sport in Klo. Die tijd zou u nog willen overdoen. Onmiddellijk hoor. Ik ken Café du Sport in Klo niet. Maar ik kan en wil het best wel geloven. Ik was er graag bij geweest. Stel nu, Willy. Wat zegt u? U ook? Wees maar zeker. U zal die bende van Klo nooit vergeten. En hem ook niet. En wat waren jullie toen nog zorgeloze genieters, hè? Ik kan en wil het allemaal best wel geloven. Ik was er graag bij geweest. Stel nu, Willy. Wat zegt u? Die tijd heeft u niet gekend en u vindt dat spijtig? Ja, dat vind ik ook spijtig. Voor u. Ja, dat vind ik ook spijtig voor u. Maar als het een troost mag zijn voor u, ik heb die tijd ook niet gekend. En nu loopt u met een donzeker rond. Maar nu bent u wel 36 jaar ouder. Tja, we blijven helaas niet jong, hè? En ik kan en wil het allemaal graag geloven. Ik was er graag bij geweest. Stel nu, Willy. Wat zegt u? U heeft er graag gewerkt en u heeft er veel vrienden gemaakt. En vriendinnen. Dat vind ik leuk voor u. Ik hoop dat u er nog contact mee heeft. Dat zou spijtig zijn als het niet zo was. Stel nu, Willy. Wat zegt u? U had daar een mooie en zalige tijd. En u heeft er een toptijd beleefd. Op alle vlakken. Dat kan en wil ik best wel geloven. Ik was er graag bij geweest. Stel nu, Willy. Wat zegt u? U heeft er vele jaren doorgebracht en gewerkt. Wat zegt u? U heeft er uw man leren kennen. Mooie tijden waren dat. Zeker als u uw man daar heeft leren kennen. Hopelijk blijven jullie nog lang samen. Zo mooi kan liefde soms zijn. Vindt u niet? Willy, stop nu toch met praten. Wat zegt u? Real Madrileaans? Sorry, maar Real Tongeren is niet Real Madrid. Wat zegt u? Toen u er kwam, 40 jaar geleden, was het daar super, geen drugs en zo. Dat kan ik best wel geloven. Ik was er graag bij geweest. Stel nu, Willy. Wat zegt u? U bent er nooit binnen geweest. U ging naar Karrewiel en Ypsilon.
Ja, ieder zijn eigen keuze, hè. Voor Willy en mij is het nu ook maar de eerste keer in Real Tungeren, omdat we uitgenodigd werden door Matjeman. Dit is dus ook onze eerste keer hier. Wat zegt u? U bent 62 en uw jonge tijd was het daar top. Dat kan ik best wel geloven. Ik was er graag bij geweest. Helaas blijven we niet jong, hè? Zeg u, Willy, wat zegt u? Toen het de hele oude Real was, was het daar fantastisch? Tja, daarover kan ik helaas niet meespreken. Omdat het de eerste keer in Real Tunger is, is voor mij en Willy. Maar ik kan en wil het best wel geloven. Ik was er graag bij geweest. Despacito, gaan we vanavond naar de disco. Niet naar naar de Real, want dat is een risico. Nee, we gaan naar de McQueen, want daar is een disco. Despacito, gaan we vanavond naar de disco. Niet naar de Real in Tongeren, want dat is een risico. Nee, we gaan naar de McQueen, want daar is een disco. Despacito, ga je niet met ons mee naar de disco? Niet naar de Real in Tongeren, want daar is een risico. Nee, we gaan naar de McQueen, want daar is een disco. Despacito, nee, ik ga niet mee naar de disco. Niet naar de Real in Tongeren, want daar is een risico. Niet naar de McQueen, nee, ik kom niet mee naar de disco. Nee, ik kom niet mee naar de disco. Niet naar de Real, want daar is een risico. Niet naar de McQueen, nee, ik kom niet mee naar de disco. Nee, ik kom niet mee naar de disco. Despacito, ik moet nog even naar de Brico en kijken naar die van de kampioenen Pico. Nee, ik kom niet mee naar de disco. Despacito, je kan toch ook nog een andere keer naar de Brico en kijken naar die van de kampioenen Pico. Kampioenen, dat is toch herhaling en al lang gedaan. Je moet met ons mee feesten gaan. Despacito, ik ga wel een andere keer naar de Brico en kijken naar die van de kampioenen Pico. Kampioenen, dat is toch herhaling en al lang gedaan. Ik kom met jullie mee feesten gaan. Despacito, ik moet nog even naar de nachtwinkel, ik kom terug subito. Dan kom ik met jullie mee naar de disco. Despacito. Rat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 
Vrees niet, aardlingen. Ik ben het, meneer de alien. En ik kom op bezoek op jullie planeet. Omdat ik reuze grote honger en reuze grote dorst heb. En ze mij verteld hebben dat je daarom Periel Tongeren moet zijn. Hallo Willy. Hallo Marietje. Hallo meneer de alien. Willy en Marietje zijn hier in de reële Tongeren. Toevallig nog toosjes met Zalm en Orval. Dat moet je weten, dat lust een alien nogal een keer geren. Toosjes met Zalm en Orval. Dank u, Willy en Marietje. Maar nu moet ik terug naar mijn planeet. Tot ziens, Willy. Tot ziens, meneer de alien. Ja, Marietje. De kijkers en luisteraars hebben ons nu zoveel verteld over jouw Tongeren. Ik wil naar binnen. Ik wil gaan feesten en een vel drinken. Samen met Macho Man. Ja, maar Marietje. Ja, Willy. Ho, 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 stop! Dan hebben we toch een probleem. Wat dan, Willy? Vertel. Ah wel, Marietje. Real Tongeren is gesloten. Vrees niet, aardlingen. Ik ben het. Meneer de alien, en ik kom bij jullie op bezoek op jullie planeet, omdat ik reuze grote honger heb en reuze grote dorst. En ze mij verteld hebben dat je daarom voor toosjes en met Zalm en Orval bij Real in Tongeren moet zijn. Jammer! Enfin. En ik, meneer de alien, kan speciaal voor de Real in Tongeren, naar deze planeet, omdat ik zo'n reuze grote honger en zo'n reuze grote dorst heb. En ze mij hadden verteld dat die dan in de Real in Tongeren moet zijn. Om toosjes met Zalm en Orval te krijgen. Maar waar moet ik nu naartoe dan? Ik ben toch niet voor niets helemaal van mijn planeet naar jullie planeet gekomen? Waar moeten we nu
gaan feesten. Waarom moeten we nu gaan feesten en orval drinken, Marietje? Ja, Willy. Zullen we dan toch maar naar de McQueen gaan voor een feestko? Ja, Marietje. Ik weet het. Het is misschien een risico. En het is misschien geen disco, zoals Real. Maar dan hebben tenminste wel een disco. Kom je mee, Marietje? Oké, Willy. We gaan. Vrees niet, aardlingen van deze planeet. Nog een laatste keer vandaag kom ik bij jullie op bezoek. Omdat ik reuze grote honger en reuze grote dorst heb. En ze mij verteld hebben dat je dan in Real in Tongeren moet zijn. Om toosjes met zalm en orval te krijgen. Hallo Willy. Hallo Marietje. Hallo meneer de alien. Mariel in Tongeren is gesloten. Dus ga ik maar samen met Willy en Marietje en Machoman naar de McQueen. Naar de McQueen dus. Want er werd mij gezegd dat je daar ook toosjes met zalm en orval kan krijgen. En daarna ga ik terug naar mijn planeet. Tot ziens Willy en Marietje. Tot de volgende keer. Tot ziens, meneer de alien. Tot de volgende keer.